We zijn hier vandaag op een veldje naast de gebouwen van BioBest. Maar het had net zo goed je eigen tuin kunnen zijn. En hoewel er al redelijk wat beweging boven de grond is, krioelt het van het leven recht onder onze voeten. Op slechts 1 vierkante meter leven hier miljoenen diertjes die je waarschijnlijk nog nooit gezien hebt, maar die wel een grote impact op de natuur hebben. Het zijn de aaltjes. Aaltjes, ook wel gekend als nematoden, behoren tot de groep van de rondwormen. Dit is een worm dat niet gesegmenteerd is. Tegenstelling tot de meer bekende, gesegmenteerde regenworm. De meeste soorten zijn microscopisch klein en dus niet voor het blote oog zichtbaar. Hoewel je ze dus niet snel zal kunnen zien, zijn ze wel overal terug te vinden. De aaltjes hebben zich succesvol kunnen aanpassen aan bijna elk ecosysteem. 4 van de 5 dieren op aarde zijn aaltjes. Dit wil zeggen dat voor 1 persoon er zo'n 60 miljard aaltjes zouden zijn. Dus met zoveel moeten ze wel een grote impact op onze natuur hebben. Dus wat doen deze aaltjes nu eigenlijk? De meeste soorten helpen bij bodemformatie. Ze vreten organisch materiaal op en scheiden voedingsstoffen terug uit die planten en andere organismen daarna terug kunnen opnemen. Er zijn echter ook enkele parasitaire soorten. Daarom kan het zijn dat aaltjes een negatieve reputatie hebben. Denk maar bijvoorbeeld aan plantparasitaire aaltjes die de groei van een plant kunnen belemmeren. Dit is echter niet helemaal rechtvaardig. Er zijn namelijk ook aaltjes waarvan het parasitair gedrag een positieve invloed kunnen hebben op de natuur. En dat is nu net waarin we bij BioBest geïnteresseerd zijn. BioBest is een van de wereldleiders op het gebied van biologische bestrijding van plagen. Wij ontwikkelen en wij produceren biologische alternatieven, biologische oplossingen voor het gebruik van chemische pesticiden, chemische gewasbeschermingsmiddelen. En een van de instrumenten in onze toolkit die wij daarbij inzetten, is het gebruik van insectpathogene nematoden. Nematoden die ingezet kunnen worden voor de bestrijding van specifieke plagen, zoals de engerlingen, die veel schade kunnen veroorzaken in de tuin aan de grasmat. Bestrijding van taxuskever, die schade kan veroorzaken aan planten, struiken. Bestrijding van slakken. En het grote voordeel van nematoden is dat ze zeer makkelijk toe te passen zijn. Je brengt zijn oplossing in water en dan gewoon met de gieter aangieten op de grasmat waar aantasting is of op de planten die aangetast zijn door kevers, door slakken en andere doelplagen. We zijn hier in het labo van BioBest. Ik heb zo net wat aaltjes opgelost in water om ze beter onder de microscoop te kunnen bekijken. En zoals jullie zien zijn aaltjes dus echt microscopisch klein. 1 millimeter kunnen ze ongeveer worden. Dit is een soort Heterorhabditis bacteriophora, een aaltje dat ingezet kan worden in de bestrijding van engerlingen. Aaltjes kunnen plaaginsecten zeer doelgericht aanvallen. Ze dringen het insect binnen via natuurlijke openingen in het lichaam. Dit kan bijvoorbeeld een opening van het luchtwegstelsel zijn. En zullen hierna een speciale cocktail van bacteriën gaan uitscheiden. Dit zal ervoor zorgen dat het insect zal stoppen met eten en uiteindelijk zal sterven. Het lichaam zullen de aaltjes gebruiken als een broedkamer voor een nieuwe generatie aaltjes. En deze nieuwe generatie zal dan het dode lichaam verlaten op zoek naar nieuwe larven. De aaltjes zullen zich voortplanten zolang er genoeg voedsel in de bodem is. Zodra de engerlingen onder controle zijn, zullen ook de aaltjes afsterven. Het gebruik van chemische pesticiden is een van de belangrijkste oorzaken van de razendsnelle achteruitgang van de biodiversiteit. En waar wij bij BioBest al meer dan 30 jaar elke dag vooruit ons bed komen, is om milieuvriendelijke, biologische oplossingen te ontwikkelen en te produceren waarmee telers op een milieubewuste manier groenten, fruit en bloemen kunnen telen. En nematode is een belangrijk onderdeel van die brede toolkit die wij de afgelopen 30 jaar hebben ontwikkeld. Het is dus misschien niet de fijnste gedachte dat er om je heen miljarden aaltjes rondkrioelen. Maar ze horen er nu eenmaal bij. Zonder hen zou onze wereld er helemaal anders uitzien.